Nou, bijt het spits maar af dan. Dus dat, hè, gaat. Ja, NWA. Tribute. Ja, de originators eigenlijk van de gangster rap. Al die oude songs waar we als tieners mee zijn opgegroeid, die gaan we performen vandaag. Met de Refresh Orchestra en een hele stapel dope MC's. Dus dat. Wij gaan gewoon hip-hop brengen naar het concertgebouw. En ik weet dat dat gewoon iets is wat hier bijna nooit is gebeurd. Die akoestiek is te gek, hè? Ja. Wauw. Ja. Ik heb nog nooit zo'n goede sound gehad, eigenlijk, eerlijk gezegd. Het is lekker, ja. Ik snap ook niet dat iedereen in-ears in doet, weet je. Het is gewoon bijna zonde. Je moet gewoon die zaal voelen, weet je. Ja, de vibes opnemen, van deze zaal, ja. Fuck in-ears. Heel vet om deze show in het concertgebouw te spelen, want ik denk dat deze zaal iets met zich meebrengt. Qua energie, qua geschiedenis, qua hoe het eruit ziet, visueel. Het is natuurlijk heel impressive allemaal. Dus dat voegt er toe. Aan de andere kant willen we wel graag alle ornamenten laten zitten. En kunnen we dus niet die bassen misschien zo hard zetten als dat ze eigenlijk horen bij dit repertoire. Voor mij kan eigenlijk een hip-hop beat niet hard genoeg zijn. Laat de pauken maar gonzen. We love to knock a motherfucker out, weet je. Dus we gaan hier vanavond echt wel het dak eraf spelen, om het zo maar te zeggen. With my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight, meditate like a Buddhist. Het moment is hier, dames en heren. Make some noise for the one and only, the legendary DJ Yellow. I just want to say, this is something different tonight. I don't know if anybody's done it. But bring a classical and hip-hop refresh together. Make some noise for them. Make refresh in the house. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary. And my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky. When you got a subject and a predicate, add it on a dope beat. And it don't make your face. So just tickle. Weet je wat DJ Yella net tegen me zei in de kleedkamers? Hij zegt, yo, Brain Power, thanks man. Ik wist niet dat het zo groot was. Hij was echt helemaal onder de indruk van het orkest, van het concertgebouw, van de sfeer, van de mensen. Thank you.